Is mecenaat goed voor de kunsten of is mecenaat slecht voor de kunsten? Heeft het kunstenaars geholpen of heeft het kunstenaars beperkt? Zijn Horatius en Vergilius hielenlikkers of zijn het grote dichters juist doordat ze en dankzij de interventie van Augustus en Mecenas? En hoe zit dat in de Renaissance? Hebben daar de patronen hun kunstenaars dwars gezeten, zoals dat verteld wordt over Michelangelo, of juist geholpen en eventueel hun werken zelfs beter gemaakt? Dat is de grote vraag die in deze eerste avond over het mecenaat aan de orde komt. Als de mannen van vroeger, Thrasyboulos, de wagen beklommen van hen met het goud in hun haren, de muzen, van hun roemvolle lier vergezeld, schoten ze tal van zangen van honing af. Op hem die de heerlijkste oogst beoogde geliefde van fraai gezeten Afrodite. Met andere woorden, als vroeger de dichters aan het werk gingen, dan gingen ze, zonder dat ze daar geld voor vroegen, de schoonheid van hun geliefde bezingen. Want de muze was toen nog geen geldwolf en was nog voor niemand te huur. Niet te koop waren zachtzoete liedjes, hun smoeltjes verzilverd voor de ramen van honingstem ter psychora. Maar nu dwingt zij ons aandacht te schenken aan het ware woord van de man uit Argos. We weten overigens niet wie die man uit Argos was. Geld, niet dan geld is de mens. Cremata cremat aneer in het Grieks, riep hij die failliet ging en door vrienden gedumpt werd. Je ziet, Pindarus die geeft hier af op poëzie die geschreven wordt om het geld. En hij vergelijkt deze muze die zich daartoe leent met prostituees. Na deze merkwaardige uitweiding over de economische aspecten van kunst en vriendschap, haast Pindarus zich te benadrukken dat in zijn relatie met Thrasyboulos financiële belangen vanzelfsprekend geen rol spelen. Hetgeen gezien de enorme bedragen die de dichter als huiscomponist van deze rijke en machtige clan moet hebben opgestreken, evident onwaar is. Ook voor dit lied zal Pindarus zich vorstelijk hebben laten betalen. Het feit dat onafhankelijk kunstenaarschap nou juist sinds de 19e eeuw ook cultureel ondernemerschap veronderstelt, zou tot nadenken moeten stemmen. Is de ongebonden kunstenaar niet bij uitstek iemand die zijn financiële belangen niet uit het oog mag verliezen? En is het niet denkbaar dat patronage in enige vorm de kunstenaar meer vrijheid geeft dan wanneer hij zijn producten tegen een marktconforme prijs aan de man moet zien te brengen? Ik denk dat ik hier in dit gezelschap niet hoef te betogen dat een samenleving zonder hoogwaardige, vernieuwende, subversieve en de traditie levend houdende kunst geen aanspraak kan maken op het predicaat beschaving. We hebben ze nodig, de dichters en de denkers, de tobbers en de spelers, de hoeders en de brekers, de gekken en de genieën, anders zijn we overgeleverd aan de barbarij. Maar wie gaat al dat moois en verwarrends betalen? De kunstenaar heeft een mecenas, zoals Horatius dat had. Patronage is, het werd eerder al gezegd, is zo oud als de westerse cultuur. Van Alexander de Grote tot Joop van den Ende, van Karel de Grote tot de Amsterdamse familie Six, van de Florentijn Lorenzo de Medici tot de Rotterdammer Ludo Pieters, van de Rockefellers in New York tot de Van Heeks in Enschede, altijd hebben rijke burgers en edellieden kunstenaars in de gelegenheid gesteld hun ambacht uit te oefenen en in vele gevallen voegen ze daarvoor niets terug. Ik denk dat het een onbetwistbaar feit is dat we aan het mecenaat veel te danken hebben. Voorwaarde voor het ontstaan is dan wel dat er een cultureel onderlegde, nieuwsgierige en intellectuele elite is die zich verantwoordelijk voelt voor het beschavingsniveau van de samenleving. Zodra de geldschieter mede de inhoud van de kunst gaat bepalen, is er volgens mij iets mis. In de tweede plaats werkt mecenaat alleen als er sprake is van een zekere bestendigheid. De kunstenaar of de kunstinstelling moet ervan op aankunnen dat de ondersteuning een aantal jaren, maar liefst nog langer, misschien wel een paar decennia, in stand wordt gehouden. En tenslotte kan men zich voorstellen dat ook hier de echt onafhankelijke kunstenaars, zij die in de marge werken of nog aan het begin van hun carrière staan, tevergeefs naar een mecenas zullen zoeken. Hoe dan ook, denk ik dat mecenaat een prachtige aanvulling is op andere manieren om kunsten in stand te houden, maar dat dit de overheden dus niet van hun culturele verplichtingen ontslaat. Het thema is hier het thema van wat wij de cultuur van euergetisme noemen, van weldoenerschap. Dat is absoluut een cultuur waar wij heen moeten in mijn ogen en ook heen zullen gaan. Die cultuur heeft de oudheid zowel in de Griekse als in de Romeinse fase gekend. En die bestaat eruit dat in feite alles wat er in de stad van enig prestige gebeurt, betaald wordt door en georganiseerd wordt door en bepaald wordt door weldoeners, door mensen die zich willen onderscheiden als bijzondere burgers. Dat heeft dan tot object niet alleen de kunsten, maar natuurlijk ook in bijzondere religie, publieke werken en de literatuur. Je zou kunnen zeggen dat mecenaat een neiging heeft om synchrone kunst te creëren en ware poëzie, die ik dan maar een W heb gegeven, een diachrone poëzie. Hè, en het mecenaat een exclusief publiek wil creëren, omdat het voor een speciale kring is gecreëerd. En de ware poëzie een inclusief publiek aanspreekt dat van alle tijden en alle denominaties is. En toch werkt die oppositie niet helemaal. Want patronen, en zo ook Cestius in dit gedicht, willen vereeuwigd worden. Die willen eeuwig leven. En zo komt dat gedicht dat zo verankerd is in die concrete aanleiding van het consulaat van die Cestius, toch terecht op een eeuwigheidsthematiek. Daarmee noodzakelijkerwijs toch ook op een groter publiek. Het grote probleem in mijn ogen in de discussie over patronage en mecenaat is het idee van de autonomie. Dat idee dat Piet zo dierbaar is. De autonomie van de kunstenaar en de autonomie van het kunstwerk. Dat is een romantisch idee, zoals Piet zelf ook gezegd heeft. Dat nog altijd ons in mijn ogen parten speelt. Wat ik wil laten zien is dat idee van die autonomie van kunstwerk en kunstenaar niet moet worden betrokken bij het beoordelen van kunst uit het verleden. En misschien kunnen we, wanneer we daar een oog op werpen, ook daar wat conclusies en wat ideeën voor opdoen, conclusies voor doen over het heden. De spanning tussen de artistieke autonomie en de opdrachtgever, stond die niet of was die minder dan tegenwoordig? Nou, in ieder geval bij de poëzie, als het nou gaat om poëzie die bewaard is gebleven, zie je inderdaad dat er wel een bepaalde spanning bestaat. Maar die spanning is inderdaad onderdeel van het discours. Het is leuk om over die spanning te praten, want daarmee prijs je indirect toch weer die opdrachtgever. Nou, dat is het interessante van die Augusteërs. Dus zij prijzen Augustus en Mecenas, maar Augustus vooral, omdat er daarover sprake, daarvan sprake is. Er is sprake van wat zal ik doen, zal ik komen of niet. En daaruit blijkt, dit is dus een vrede en een gouden tijd. Maar daar staat tegenover natuurlijk dat in zo'n soort infrastructuur, in zo'n soort context, er geen literatuur zou kunnen ontstaan, in ieder geval geen literatuur zou kunnen bewaard blijven, die niet aan dat spel meedoet. We kunnen niet ongedaan maken het feit dat er A, een romantiek is geweest, waarin het individu zich als creatief wezen geëmancipeerd heeft. Dat is punt 1. We kunnen wel zeggen van ja, dat hebben we gehad en dat is passé. Maar ik geloof dat het op zekere hoogte niet passé is. Dat is 1. En in de tweede plaats hebben we, ook sinds de romantiek, maar zeker sinds het begin van de 20e eeuw, steeds meer kunst gehad die we avant-garde noemen, in enige betekenis. Waarbij de kunst dus een ander soort functie krijgt, niet zozeer het verstevigen en het bevestigen van de status quo, maar kunst als kritiek, kunst als middel om de bestaande structuren te deconstrueren en aan te vallen en ter discussie te stellen op een fundamentele manier. En die kritische, omverwerpende, subversieve functie van kunst is natuurlijk niet de enige functie van kunst, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is die we in onze samenleving moeten behouden. En het is helemaal niet ondenkbaar dat er mecenassen zijn die daar een rol in zouden willen spelen. Maar je zou je toch kunnen voorstellen dat mecenassen, die per definitie natuurlijk mensen zijn met geld, dus ook een bepaalde machtspositie hebben, dat die er niet op zitten te wachten dat er kunst gemaakt wordt die tot doel heeft alles kapot te maken. Men denkt altijd, ik ben een kerkrat hoor, ik heb helemaal geen cent, maar men denkt altijd dat die rijke mensen, dat die niet deugen. Nee, maar serieus, je hebt ook mensen die heel veel macht hebben en heel veel geld en heel fatsoenlijk zijn. Die bestaan, weet je, het is niet vanzelfsprekend. Interessante visie daar. Ja. 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 Nee, maar ik weet, dat is een beetje gevaarlijk om dat hier te zeggen, maar... Ja, ongetwijfeld bestaan ze. Ja. Gelukkig bestaan ze, ja. Maar dat neemt niet weg dat je als samenleving, denk ik, toch bepaalde waarborgen moet inbouwen. Ja. Hè, waardoor het maken van ingewikkelde kunst mogelijk blijft. Ik denk dat de kwaliteit... laat ik zeggen, wanneer wij een goede samenleving hebben, dan kan je dat zien aan het feit dat machthebbers en rijken geïnteresseerd zijn om ingewikkelde en baanbrekende kunst.